Want we hebben iets fucking gek gedaan. What up guys en welkom bij weer een nieuwe video. We zijn vandaag weer een nieuwe dag. Ik heb ondertussen eigenlijk bijna al een heel dag gehad. Het is momenteel 4 uur al in de middag. Besef. Ik heb hier eventjes opgeruimd. Niet dat er iets valt op te ruimen, want alles is weg. Hè? Er valt niks meer op te ruimen. Ik heb niks meer over. QC die komt straks naar mij toe. En we gaan even wat filmen hier. Daarna gaan we naar de stad toe, gaan we nog meer filmen. En dan dachten we er alweer op. Ik ben mijn vlog net begonnen, dus ik ben benieuwd wat ik nog allemaal ga vloggen vandaag. Ik had vandaag opnames in Amsterdam. Ging goed voor televisie. Rambam, ondertussen mag ik het eigenlijk al zeggen, want ja, het is toch al op tv geweest. Tweede seizoen voor mij, hartstikke leuk. En ik ga nu QC ophalen. Let's go. Pak hem bro. Als we? Ja, besef hè, deze strijders komen 2 uit Syrië, 2 jaar, ze spreken vloeiend Nederlands. Zie je dan? Ja. Shalom. Alhamdulillah, zie je. Je zit in Syrië? Ja. Allah, jemte. Zijn jij kabel? Sinten. Mashallah. Mashallah. Wat doen jullie hier dan? Bro, ik kom net van werk. Hoe praat je zo goed Nederlands, man? Ja, op school horen, man. Mashallah. Ja. Kijk, er zijn dus buitenlanders die het wel willen leren. Strijders, gruwelijk, man. Het is hard, man. Hé, jullie komen vers uit Syrië, man. We gaan net in muziek. Hey, rustig, muziek. Oh, de. Wat respect, man. Wat? Ze hebben wel respect voor hen. Ja, als ik kwam bij een winkel tegen, ging ze met me meelopen. Hij stond. Ik was die Dr. Pepper aan het pakken. Hij zegt: is dat lekker? Ik zeg: heb je nooit Dr. Pepper op? Ik zeg: what the fuck? Ik zeg: what the fuck is dit voor shit? Hij stond daar, hij ging ook pakken. Hij zat bij hem bij kassa, maar dat was een hele gedoe bij die kassa. Hij was zo'n nigger. Hij had van spullen gestolen. Hij zei: ze willen hem pakken. Die had man hij gestolen? Ja, maar ik had het niet gefilmd. Ik merkte het pas toen hij wegrende, man, bro. Zo'n nigger, hij begon te rennen keihard, man. Die nigger kon hem bijhouden. Ik zeg: alleen op Zuid gebeurt zulke dingen, man. Hij zat die keer zei: van ja, maar ik ben ook pas in 2 jaar in Nederland. Ik zeg: wat? Ze praten echt goed Nederlands. Ja, man, gewoon helemaal gewoon. Maar dat verklaart ook het verhaal dat ze geen Dr. Pepper hadden. Ja. Hoe is je dag vandaag? Ja, rustig man. Wat heb je nog gedaan? Heb je nog diarree? Nee, niet meer man. Oh, lekker man. Heb je gevlogd gisteren? Nee, ik heb helemaal niks gedaan. Maar ik ben gisteren wel heel dag plat geweest. Maar ik heb in de avond een verdedigend documentaire gekeken. Over? Over Amanda Knox of zo. Amanda Fox. Ken ik niet. Ja, in ieder geval. Zat vast van mooi bling onschuldig te zijn, als het zit. Oké. Dat is precies wat bij jou is gebeurd, toch? Kijk, nou eens op. Jij zat echt vast van mooi, toch? Ja, ik wel, man. Hoe lang heb je gezeten? 12 jaar? Ja, van mijn 16e. Nee, van mijn 6e, zeg maar, tot mijn 18e, man. Ja, 6 jaar. Je hebt in de basisschool iemand geprikt. Ja, man, de lerares, man. Ik had er ook aangerand, maar dat kan ze niet meer navertellen. Dat is ook wel niet. Ik ga er ook hoor. Hey! Bring it down. Hey, de vlog van gisteren is fucked up gegaan. Als je die shit wilt checken, moet je even zijn kanaal gaan checken, want daar is meestal vlog. Ik heb vandaag een muts aan voor het eerst volgens mij ook in mijn vlogs. Shout out topnotch voor die muts. Maar heb je vlog doorgetrokken of? Ja, wat moet ik doen? Ja. Dan wil ik opnieuw beginnen. Kijk jongens, het kan dus wel. Je hoeft niet per se zwart te zijn. Je kan ook gewoon schoorsteenpiet zijn. Zie je? Het is mogelijk. Maar er zitten wel een paar racisten tussen. Zo. Wat is zo? Ik weet niet man, ik smoke niet man. Van beide word je stoned. Sorry? Van beide word je stoned. Ik denk dat gewoon deze van metaal toch? Okay. Misschien is die van plastic of zo. Oké, dankjewel. Nou toch, moet je wiet kopen? Hij verkoopt hè? Nee, voor mij is het nog. Bro, moet je geen cruncher hebben? Wat? Moet je geen cruncher? Nee, gek. Ik smok niet. Wat is dat voor bullshit? Waar ben je aan het rennen? Wat is er? Is dat even uit? Nee, praat. Maar praat. Hey, Holla, je hebt echt hoofdpijn gericht van deze shit. Zeg, Holla klaar? Holla klaar. We zijn aangekomen in Hilversum.
Het is wel grappig om weer even langs dingen te rijden. Langs oud BNN gebouw. Ja, trouwens, ik krijg echt al. Ik krijg zo'n dikke puist op mijn neus hier. Dat is fucked up. En we zijn trouwens vandaag bezig met opnames voor Gekke Markie. Mag ik mijn auto hier zetten of niet? Nee. Hey mensen, dit is zeg maar. Dit is de eerste Tata die weet hoe die shisha moet maken. Hey Mike, leg die mensen uit hoe jij shisha maakt, man. Nou, we hebben hier de Armageddon, dat is een hele goede shisha. Ja. We willen natuurlijk een heel goed smaakje, dus dan gaan we er veel ijs in doen. Hoe het dit? Cold is ijs. Ik ga speciaal naar Duitsland, man, voor naar een speciale shisha shop. Dat. Echt? Ja, man. En ik heb dat van iemand uit België geleerd. Ja. En hij heeft een eigen shisha lounge. Maar hij zegt van ja, hij had zeg maar een geheim recept en die heeft het toen tegen mij helemaal verteld. Dat is wel sick, hoor. Waar haal je al je shisha in Duitsland? Ja, dit komt allemaal uit Duitsland, man. Check, er staat er gewoon Duitse tekst op, zie je? Schietzien, zie ik kinderen lachen. Spreek je dat uit? Hey! Wat ben je braaf? Nou, dit is de hond van Markie. Okay, lekker naar ruikt. Wat is dit? Dit is pasta voor in je shisha, zeg maar. Het ruikt wel ziek. Daar gebruik je een kleikop voor. Het ruikt echt, hoe heet dat, zoet-zuurachtig... Ja, ja. Moet je met je roeren. En dan smeer je dat erin. Het was seks, man, wat je doet nu. Maar waar smeer je dan? Je bent wel een shisha pro of zo opeens, man. Ja, ik heb hier een kleikop, daar doen we hem in. Heb je die zelf gemaakt ook? Nee, die haal je toch gewoon. Oh, die heb je gekocht? Geef die zo. Oh, de gekke pindakaas. Ja. En waar dient het voor? Voor de extra smaak, zeg maar een blend. Zo noem je dat, weet je, dan doe je het mixen. Oké. Okay. Oh, het is wel lekker koud, man, met die ijsblokjes. Nou, ik heb er zin in. Dus we waren hier net, Q die wou gelijk een paar flessen leeg drinken hier. Waarom doe je nou weer alcoholist? Je kan niet zeg maar tijdens werk drinken, man, bro. Waarom doe je alsof ik een alcoholist ben, man? Ja, die bier die je vanochtend had geklapt gaat ook te ver. In de ochtend. In de ochtend. Het, ofzo. 10 uur ochtends. Eén keer per maand of zo. 10 uur ochtends en je komt met van die grote blikken kanon. Ik drink, besef hè, ik drink denk ik één keer in de maand of zo. Dood, man. Op een feestje of zo. Ja, toch? Lekker. De Raper Mexicaan. Ja. Shit, man. El Chapo. We zijn hier op de markt, jongens. We worden geparkeerd. De vorige keer was het door Dylan Hagens. Dit keer door Gekke Markie zijn crew. Bij leven. Q. Hey, ja man, bro. Hey, love man. Dus dit is jouw wijk? Dit is mijn buurt. Ik ben opeens boos, mijn buurt. Wie komt hier in mijn buurt? En we gaan lekkere muffins eten. Een muffin. Bacon muffin. Blakka. Net. Mijn vader. Ja. Ja, allemaal mensen, de hele dag niet kunnen vloggen omdat we gewoon lekker bezig waren. We waren echt aan het knallen. Ja, shout-out naar Gekke Monkey, shout-out naar Patrick, man. Echt super veel love van jullie. Shout-out naar QC, man. Shout-out naar QC sowieso. Er is vandaag altijd geschiedenis gebeurd. Wil jij zien wat? Check het kanaal van Supergaande binnenkort. Foutomatisch is er weer. Bang, bang. Ja, we zijn aangekomen bij Markie thuis. We gaan zo beginnen met de video van Markie. Fucking veel zin, ik voel me echt weer zo'n klein kind. We hebben dus net heel de voorbereiding gedaan voor de video van Gekke Markie. En ik kan je zeggen, gek wordt het zeker. Want we gaan echt iets heel seks doen. Iets wat ik nog nooit heb gedaan in mijn leven, dus dat is best wel dope. Wat ben je aan het doen? Jongens, willen jullie zien hoe dit allemaal is gebeurd? Ga dan even snel naar, naar het kanaal van Gekke Markie. Binnenkort komt het daar online, want we hebben iets fucking gek gedaan. Nou, Gekke Markie heeft net lekker dit ding uitgepist. Kijk, daarom ben jij Gekke Markie, man, bro. Jij trekt gewoon je dolle gewoon hier. Hij trekt echt. Maar echt. Hij er staan fans tegenover hem. Rat. Ja, Ruur. Kijk allemaal, man. Hij trekt gewoon zijn dolle. Hé, hey, maar zag je nou een besneden dik? Wat? Dus, dit soort mensen die komen hier. En dachten van, we gaan hier lekkere jonko roken. En gewoon, we gaan gewoon lekker chillen. Toen kwamen wij. Wij fokken iedereen zijn dag op. Wij fokken iedereen zijn dag op en je chill momenten. Maar dat was wel echt, echt super sick, man. Ik zei dat je gewoon voor mocht zitten. Yo. Oké, dus jij bent stoer. Even kijken. Oh, mensen, we zijn weer terug in Rotterdam. Yes. Heel veel zin. Ik zou normaal gezien vanavond of vannacht naar QC gaan. Ja. Maar hij komt niet. Om UFC te kijken, maar hij komt niet. En een paar matties van me, die zaten te twijfelen door de regen of ze zouden komen. Maar ik zei, jongens, ik heb net al mijn boodschappen gedaan. Heel mijn tas vol met eten. Ik heb zelfs bier voor jullie gehad. Maar ik heb geen ene donder.
Hondenvoer. Ja, man. Niks krijgen, ja, jammer man. Maar ik kan meer hem niet de hele nacht alleen laten, dus... Ik ga gewoon proberen streamen. Weet je, ga gewoon naar huis. Want dat is beter voor je. Beter voor je. Ah, jee. Dat is beter voor je. Even die autotune. Beter voor je. Kan je autotune in die vlog? Jammer. Maar ik ga afscheid nemen van de gang. Ga optypen. En ik ga ook optypen. De hele dag niks gechapt, man. Ik zit nu bij de fucking... McDrive. Even iets lekkers kanen. Ik heb echt honger. Mag jij erin? Ik weet het wel, hier. Yes, jij mag dat. Oh, die. Hey mensen, ik heb hier een zak Mickey. We gaan lekker choppen. Ik ga gelijk de vlog eindigen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Like de video, laat een comment achter. Tot de volgende keer. Peace.